Trouwens, oh, jij gaat... What the fuck? Is het shiny? Wat? Stuur me nu een screenshot. Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Pokémon Ultra Moon Randomizer Avatar Lock met Sander van Gaming SB. Ik kan wel bewegen. Oh, ga even wat verzonnen hoor. Het heeft heel even... Oh, daar gaat iets fout bij mij. Wat wou ik vertellen? Ik weet niet eens meer wat ik wou vertellen. Sander heeft zijn Venomoth even getraind. Ja, en ik heb iets leuks gekocht. Ik heb zo'n Dome Fossil gekocht. Echt ziek. Ik wil die dus gaan inleveren. Dan ga ik gewoon screen doen. Want dat vind ik leuk. Dat lijkt een goed plan. Dan ga ik eventjes terug naar het strand waar ik die Malouetta tegenkwam. Die ik toen niet heb gevonden, ik niet wist dat die normal type was. En nu weet ik dat wel, dus dan ga ik nog even vangen. Oké, waar is dat? Is er Mount Titus? Nee. Ten noorden van Lush Jungle. Op Akala Island? Akala Island? Ja, volgens mij wel. Lush Jungle. Lush Jungle. Ten noorden. Oh, Kyogre! Ja. Oh, die mag ik natuurlijk niet. Ik kom een Kyogre tegen wild. Ik wel, en ik heb een Master Ball. Een Master Ball? Ja, zo zeggen ze dat toch in het Engels, want ze kunnen geen A uitspreken in het Engels. Sander heeft een Master Ball. Bij Master kunnen ze het wel, maar bij Bell ineens niet. Nog een Kyogre. Ik denk dat dit Lush Jungle is. Dat is erboven, hè? Daar. Ja. Ik zie het. Bij die caravan. Beetje shady wel, maar... Ja. Dat is dan maar zo. I don't care. I just want my fossils. Welcome I understand. To Dream Park. You have a dome fossil. Ah, oké, leuk. Trouwens, de fossils worden ook gewoon in andere Pokémon, in dezelfde Pokémon gedaan, ja. Ik snap even niet wat je nou zei. Oké, de fossils. Oh, Mega Marowak. Wat ik wou zeggen is, de fossils worden natuurlijk gerandomized naar een ander, dus ik had hem sowieso ook kunnen kopen. Maar nee, dat is gewoon van je geld, man. Ja, okay. Als je twee Dome Fossils koopt, zijn gewoon twee dezelfde Pokémon, zeg maar. Ja, dat bedoelde ik. Dus dan had ik hem wel kunnen kopen, alleen dat is zonde van mijn geld. Ja. Maar Mega Marowak kan jij niet gebruiken. Oh ja, tuurlijk. Ja, nee, dat wist ik. Mega Marowak had wel goed voor mij geweest. Ik was ook heel blij mee, maar nou, dat hoeft helemaal niet. Dat hoeft helemaal niet, joh. Nee, helemaal niet nodig. Dat is wel... Dat is een van de weinige dingen aan de Avatar Lock wat echt een nadeel is. Dat als je een fossiel krijgt, of überhaupt een static, dat je niet zeker weet dat je mag gebruiken. Nee, precies. Maar je mag wel meerdere Pokémon op een route vangen, dus ja. Dat is wel zo. Seedot, man, ik wil geen Seedot. Ik wil die Malouette, had ik hem nou maar meteen gevangen. Ja. Maar als Slaking ooit doodgaat, heb ik nog een andere normal type in mijn box. Dat is wel handig. Oké, ik ga gewoon door om te zo, hoor. Ja, tuurlijk. Ik bedoel, ik haal je zo in. Je weet hoe ik werk. Je weet hoe ik rol. Je weet hoe ik rol. Ik ben gewoon super traag. Dus je weet dat als ik gewoon doorga, dat geoorloofd kan worden. Zeg maar. Precies. Ik woon nu tegen Ace Trainer Londen. Oh, Landon. Ook goed. Allemaal zo. Eén potmat, zoals ze dat zeggen. Fungus, maar ik wil geen fungus. Vond dit feut, dus ik denk, volgens mij heet hij Duotion. Nee. Maar, ik bedoel de fungus. Of Amoongus.
bedoel ik. Shit, nu. Hey, daar heb je Malouetta. Nice. Nu ben ik vergeten wie eruit kwam. Shit. Ik doe gewoon maar wat. Oh, ik heb trouwens ook aan mijn... hoe heet het? Aan mijn... Nee, ik weet niet meer wat ik kan zeggen. Oh ja, dat is... Dat is alles goed. Je hebt geen... Oh ja, Ward EMC heb ik gegeven aan. Aan Boom. Pad. Is dat een soort grappler firm, maar dan anders? Dat was een one taker, hè? Dat was een one taker, dat intro momentje. Ja. Yeah. Mensen die niet de Shuffle Lock volgen, of mij op Twitter, die denken echt, what the fuck, waar heb je het over? Trouwens, oh, jij gaat... What the fuck? Is het shiny? Wat? Stuur me nu een screenshot. Stuur me nu een screenshot, Sander. Ja, ik ben bezig. Die is volgens mij... Het is sowieso een andere vorm, maar het kan zijn dat die shiny is. Ik ga nu voor je kijken. Ziek. Maar mag ik hem vangen? Nee, want hij is Steel Fairy zeker. Shiny class, hè. Als hij shiny is. Ja, oké, maar... Nee, hij is niet shiny. Nee, dat is de normal vorm. Ja, oké. Dit is de normale vorm? Ik dacht dat de normale vorm gewoon grijs was. Ja, het is, niet, het is een andere vorm, maar het is de niet shiny versie van deze vorm, zeg maar. Ja, oké, zo. Ik dacht al. Ik ben ook helemaal kwijt wat ik daarvoor aan het zeggen was, maar dat boeit ook niet. Over de shuffle lock. Oh god. Nee, over... Ja, ik weet het weer. Ik wou over iets anders beginnen. Ik heb zo'n leuk stukje in de nieuwe Twitch-compilatie zitten. Ik denk dat jij er echt van gaat genieten. En hij komt elke keer weer terug. Ik heb hem gewoon elke keer, als het niet Mystery Dungeons was, dan was zeg maar twee fragmenten van niet Mystery Dungeon, dan heb ik hem erin geplakt. Want hij is zo leuk. Het is een heel mooi overgangsstukje of zo. En wanneer komt hij online? Woensdag. Woensdag, oké. Ik ben sowieso heel tevreden. Had je ook dat clipje gezien? Op mijn Twitter dat ik Super Seduce 2 speelde. Dat clipje? Ik denk het niet. Ik heb wel net, toen jij eventjes weg was, dat stukje met die Gardevoir gekeken. Stukje met de Gardevoir. Ja. Ja, die is ook leuk. Nee, op een gegeven moment... ik speelde Super Seducer. En voor de mensen die het niet kennen... Het is een soort interactieve datingshow. Je moet gewoon... De keuzes maken, de goede keuzes. Yeah. En op een gegeven moment kreeg je de keuze... om de vraag te stellen... Wat heb je liever? Katten of honden? Oh ja, die heb ik gezien. Toen koos je kat en ze zei... Ja. Die vind ik ook zo leuk. Ja, die heb ik gezien. Het is echt... Het slaat echt nergens op eigenlijk. Nee, maar het was wel grappig. Oké, deze gast. Grimsley, je bent een beetje eng. Beetje maar. Beetje waar. Die Grimsley schijnt ook een hoe noem je dat? Een referentie naar een andere game te zijn. Maar ik weet niet zo goed in welke game hier nog meer zit. Is dit de eerste keer dat hij voorkomt in een Pokémon game? Of is deze ook van generatie 5? Want je hebt toch die... Ik ga nu kijken. Je hebt toch die ene gast die komt ook terug in deze game? Genesis? Grimsley is een Elite Four member van... Van Black and White. Die game heb ik te weinig gespeeld om dat te weten. Ja. Nee, ik wist wel dat Getsis zat in de... Wacht, was het Getsis? Nee, het was wel een andere. Ook van generatie 5. Getsis niet, ik weet wie je bedoelt. Wel ook met groenig haar, toch? Nee. Dat is die ene met dat hele rare ding op zijn hoofd. Hoe heet die gast ook weer? Die je zo in Apakala Eiland boven in de route zo tegenkomt. Ja. Ja,
Ik weet wie je bedoelt, maar het is niet Getsis, nee. Hoe heet die dude ook alweer? Nou, in ieder geval, ik weet wie je bedoelt. Oeh, chill. Deze Licky Licky is best wel handig eigenlijk dan. Ik kom een Licky Licky tegen met Delta Stream. Dat zorgt ervoor dat super effective moves tegen flying Pokémon minder goed werken. Ah, dat is zeker nice. Dus die is eigenlijk best wel handig voor mij in mijn party, aangezien ik natuurlijk Staraptor heb. Ja, ja, nee, dat klopt. Dus stel Exploud zou doodgaan. Ja, doodgaan. Dan zeg ik van, hey, maar gozer, ik heb Licky Licky. Volgens mij is Licky Licky überhaupt wel een sterker Pokémon, hoor. Dat zal wel. Want dat zie je toch al vaker met... Toen was mijn brein leeg. Nee, dat zie je wel vaker met van Pokémon die later een evolutie krijgen. Ja. Van base Pokémon of ja, die een extra evolutie bij krijgen. Dat ze gewoon best wel heel erg goed zijn. Mm-hmm. Weet je welke Pokémon... Oh, sorry. Ja, nee, jij mag verder. Oh. Ik wou zeggen, weet je welke Pokémon ook echt goed is wat ik niet had verwacht? Nee. Zangoose. Als in ja, die katachtige ja. Eigenlijk. Een soort van. Ja. Met die klauwen. Ja, ik weet wie Zangoose is. Die kwam ik laatst tegen in Fire Red. Nou, die was goed. Was jij niet gewoon slecht? Nee, hij deed echt heel veel damage. Oké. Okay. Dus. Ja, nee, maar heel veel bulky normal Pokémon zijn wel sterk, hoor. Ja. Oh, ik weet precies hoe ik deze ga noemen. Hoe ga je hem noemen? ASMR. Licky Licky ASMR. Ja, dat is wel een goede naam, ja. Deze naam wordt mede mogelijk gemaakt door Twitch. Omdat je ASMR op Twitch kan streamen? Je had toch die eerlicking ASMR op Twitch? Dat weet ik dat niet. Dat was laatst een heel gedoe. Dat was net na de hot-up streamers. Toen kwam dat. Ja, ja. En mensen vonden dat heel goor. En terecht. Ja, dat was het eigenlijk. En daar moest ik meteen denken van, ja, ik noem ASMR. Dat? Oh, dat is een zwemmer. Ik denk, what the fuck? Maar... Nieuwe Pokémon. Nou, het leek wel een beetje op zo'n Mantine, alleen dan verlept. Maar... Aha. Nou, weet hij ook weer wat hij met zijn leven aan moet. Precies. Dus ik ben eigenlijk gewoon een Mantine. Alleen dan verlept. Oké, okay. Nee, ja. Dat is goed. Dat weet ik. Ja. Kijk, dat... Anders had hij dat nooit geweten. Precies. Dan zit je daar toch... Ja, niet mee eigenlijk, maar... Je kunt ergens niet mee zitten als je het niet weet. Dat is zeer zeker waar. Dus gaat hem vertellen. Nou, dan toch juist niet. Want dan kan hij ermee zitten. En ik geef om de mensheid of zo. Wat was eigenlijk de reden dat je de direct niet had gekeken? Was dat omdat het te laat was? Of? Werd te laat gewoon. Je zit op school vandaag. Ja. Ja, snap ik het wel. En daarnaast had ik daarvoor ook 2 nachten. Ja. Niet zo goed geslapen. Oké. Ja, het was in ieder geval gewoon erg verstandig. Om niet tot 12 uur op te blijven. Uiteindelijk alsnog wel tot 12 uur wakker, maar... Anders ben je 1 uur. Anders dan, ja precies. Anders ik dan zweer ben ik... het jongen. Ik wil nu dat iedereen naar dit stukje terugspoelt. En gaat kijken naar als ik mijn Pokémon's ga healen. Dat die Quagsire en de Magneton allebei shiny lijken. Ja, helemaal eens. Ja. Ik zie het niet, maar ik ben het er wel mee eens. Dat wou ik zeggen. Oh, hoezo staat hier nou weer een trainer? Wauw. Oké. Ik was er even niet mee eens dat hier de trainer staat. Dat is wat ze noemen Nyan. Okay. Als je denkt, waarom moet je daarvoor zo dicht bij de camera zitten? Omdat het belangrijk is in het leven. Dat klopt, ja. Voor die
connectie. Ik ga straks toch heel eventjes kijken of ik wat items kan toevoegen aan mijn Pocket Monsters. Nog nooit gedaan? Alleen een Lucky Egg heeft mijn eerste Pokémon. Verder heb ik geen items. Ja, ik heb dus wel een Rocky Helmet en een Focus Band. Oké, nee, ik ga die gast gewoon niet... Ik weet ook niet waarom ik zo moeilijk doe. En ik bedoel, het was best wel duidelijk. Die gast is niet te ontwijken. Mijn brein denkt, nee, probeer hem te ontwijken. Ik weet ook helemaal niet of we hier naartoe moeten eigenlijk, maar... Waar ben je nu? Op dat eiland, of? Ja, er is zo'n heel klein eilandje. Oké, ja, nee, ik ben al voorbij de eilanden. Ik ben nu gewoon wat weer aan het passen. Wat is de Plawitzer? Dat is alleen water? Ja, het is alleen water. Oké. Ik dacht eventjes dat hij ook ijs was. Nee, het is alleen water. En dan had ik niet naar grasvee ingegaan. Ik zeg niet dat hij geen ijs aanvallen kan, maar het is geen ijs-Pokémon. Ja. Is dit een Gen 6 Pokémon zeker, of niet? Ja. Ja, want ik had dus... Ik kwam dus tegen in... hoe heet het? Sun and Moon. Nee, Sword and Shield. Shit. Zeg ik dat nog verkeerd. Ja. En ik dacht echt... Toen ik hem voor de eerste keer zag... Ik dacht echt dat dat een nieuwe Sword and Shield Pokémon was. Oh, echt? Wow. Ik heb hem echt nog nooit gezien. Maar ja, ik heb ook X en Y niet zoveel gespeeld. Maar... Als jij maar gevraagd had een aantal weken geleden van... Hey, Clawitzer, is die... van welke generatie is die? Dan had ik gezegd, oh, dat zal wel generatie 8 zijn, want... Daar heb ik hem voor het eerst gezien. Ja, precies. Ja, nee, toch niet. Oh nee, toch niet. Precies dat, ja. Dat was wel een beetje hoe ik me voelde, ja. Ik snap eigenlijk nog steeds niet... Je Pokémon kunnen ja, zeg maar, van het water en zo hebben... Maar doet dat verder ook iets in battle of is het gewoon, ja, boeien? Hoe bedoel je dat? Nou, je kunt voor je Pokémon caren. Doe ik altijd. Ja. Natuurlijk. Maar heeft dat ook effect in battle als je dat niet doet? Nee, ik doe het niet en ik heb daar geen last van of zo. Nou, je Pokémon deed wel heel weinig attack. Dus ik vind dat het wel uitmaakt. Oké, als jij het zegt. Nou, eigenlijk was dat meer een grapje, maar... Nee, ik weet weer genoeg, Sander. Maar moet even opschieten. Ken je dat? Opschieten? Nou, nee, eigenlijk niet. Oh, oké, okay, dan moet je dat alsnog even doen. Toch wel. Geen idee ook waar ik naartoe moet. Ik neem maar gewoon naar boven. Ja, naar boven. Dat is duidelijk. Je kan het, Sander. Oh, ik heb toch gedodged, jongen. Erg ziek skills. Het leek wel alsof ik dubbelteam aan het doen was. Zo goed heb ik haar gedodged. Nice. Oh, ik denk een Pokémarkt. Leuk. Nee hoor, er is maar één Pokémarkt. Ja, goh. Oké, lul. Nou, ik ben nu boos. Ik ben nu boos. Dat heb ik in de gaten, ja. Nee, ik ben echt ultra boos. Weet je welke ik ben net als deze games. Ultra. Weet je welke aanval ik heb? Tackle? Trump card. Ah, dat is zo'n Young Goose card eigenlijk. Ja, eigenlijk wel, ja. Oh, je kunt je zo'n Psyguard. Oh nee, dat kan in deze game niet. Hier kon je zo'n Psyguard zelfs. Ja. Oké, okay, ik zit nu in de Flower Meadow. Ja, ja, jij bent nu verder dan ik, omdat ik heel eventjes items zat te doen. Want ik had die, achter dat huisje met die spinda's, in het stadje kan je het niet echt noemen, bij die Pokémon Center, daar rechts. Daar kan je nog een TM pakken. Ik weet niet of je dat interessant vindt. Maar... Ja. Waar? Wat? Jij gaat echt zo lachen als je dit terugkijkt. Oké. Okay. Op een gegeven moment kom ik een persoon tegen en ik dacht eventjes van dat is die gast waar we het over hadden. Ja, ik dacht het ook, maar dat is Faba, maar ik dacht het ook. Ja, daar is hem niet, maar... Nee, hij leek er wel op. als je ziet hoe ik doe, dan denk je echt van, Sander, what the fuck. Dat denk ik wel vaker. Ja.
Oh, heb even een Marshadow. Ja, tuurlijk, joh. Nee, heb ik geen probleem mee of zo, hoor. Nee. Is die Ghost of... Die allebei, denk ik. Kan dat? Ah, nee. Ik heb geen Fairy type Poser. Deze trainer heeft een Shiny. Ik moet even een Shiny Hitmonlee. Wat wilde ik opzoeken? Oh ja, Marshadow. Ja, sorry hoor, maar ik moet het echt even opzoeken. Fighting Ghost. Oké. Nou, dan gaan we gewoon zo'n Aerial Ace doen. Hè. Ja, toch? En een 1KO. Hoezo Mythical, hè? Ik denk dat mijn superster Mythical is. Maar hij versloeg een Mythical in 1-1. Ik denk het ook zo, hè? Dus dan moet het haast wel. Dit zijn gewoon de feiten. En als je het ontkent, dan ben je net als NOS. Fake news, baby! Dat was sarcasme voor de mensen die denken, oh nee, het is zo'n Cherry of Trump supporter. Nee. Nee. Oh, hier is ook gewoon grass. Misschien is hier zo'n coole Pokémon. Zo'n coole Pokémon? Dit is niet cool en geen Pokémon. Wat is het dan? Een Digimon? Russel. Dat is wel een Pokémon. Ik weiger te geloven dat dat een Pokémon is. Tenminste, een hele dan. Dat is een halve. Ja, want je mist Minum, toch? Als jij het zegt. Oh, een Serora? Ja, die. Dat is ook een mythical. Ja, maar die is alleen electric, denk ik, hè? Yep. Gaan we runnen? Oh, dat was wel risky trouwens. Ik was natuurlijk met Superstar ingebleven. Nou, weet je wat? We gaan wel gewoon door. Misschien komen we in Mellow wel iets tegen. Ja, daar ben ik ook aan het kijken. Oh, Oola Meadow, ook goed. Allemaal. Ik kom een Mantine tegen. Maar dit is geen verlepte. Oh, ja, dat is van die gast die er zo verlept uitzag. Ja, ja, ja. Hoe kom je überhaupt... Oh, zo. Oké, als je naar beneden wil, moet je een trappetje af. Oké. Ja, nee, nu snap ik het. Ik heb mezelf even geholpen. Ik heb die tutorial gevolgd en nu weet ik het. Een poison barb. Dat is op zich een goede item. Ja. Ook het enige wat ik erop te zeggen heb eigenlijk. Wat, ja? Ja, dat is toch zo, dus dan is ja goed genoeg. Ik vind Shrine-up zo groot in deze game, echt niet normaal. Ik denk dat het een Wailord is, stiekem. Ik denk dat hij de Impulse Ability heeft en dat hij dan stiekem Wailord is. Als jij het zegt. Dat moet wel, jij hebt niet gezien hoe groot de Shrine-up is in deze game, gast. Dat is echt niet normaal. Ik kom een Ninjask tegen. Die mag ik vangen, maar dat ga ik niet doen. Die mag ik ook vangen, want hij is Buk. Pittig Buk. Duskbel. Is dat... Timerbel. Ja toch, want ze kunnen de A niet uitspreken. Scatterbug. Oh. We hebben al een tutorial nodig hoe je hallo zegt, dus... Ja, hier. Niks verbaasd hier. Meer. En volgens mij heb ik Scatterbug al... Oh nee, want er staat geen pokeballetje bij. Hoe zit dat eigenlijk met dat nectar? Is dat ook zo'n randomized? Volgens mij moet je die aan Oricorio geven. En dan wordt die rode versie, zeg maar. Okay. Ja, oké, maar hij is niet randomized, heb ik al. Oh, dat bedoel je. Nee. Ik kom een wilde palo-sand tegen. Daar heb ik al wat aan. Een? Een palo-sand. Ground Ghost. Oh, de zandkasteel. Ja. Vandaar ook Sandy Ghost. Oh, dat is de Evolution. Ja. Nee. Ja. Oh, wow. Deze had ik wel gewild. Waarom heb ik toch niet voor de Fire Tribe gekozen? Kom een Ampharos, een Serraora en een Plusle tegen. Nou, dat is toch Dream Team, of niet dan? Ja. Trap die Plusle dan wel. Oh, ja, kijk, die Ampharos en Serraora.
weet je, boeien. Maar in die puzzel, daar zit ik gewoon echt nog steeds mee. Sad. Happy Nie. Ik ben zo happy Nie to see you. Ik snap hem. Nou, zo kwam het niet over. Je lachte echt geen... Je deed echt geen grijnsje. Maar ik zei dat ik hem snapte. Niet dat ik hem grappig vond, hè. Nee? Hoe zou ik mijn zandkasteel noemen? Hoe heet dat kinderprogramma? Daar had je met van die rare poppen. En dat was ook in zo'n zandkasteelachtig iets. Misschien ben jij hier te oud voor. No offense. Ik weet het even niet. Maar weet je wel wat ik bedoel? Nee. Nee, oké, dan ben je waarschijnlijk te oud voor. No offense. No offense teken. Maar, ja, hoe ga je dat ook vinden? Ik wou het even gauw opzoeken terwijl ik een Vaporeon ving, maar... Vaporeon is wel een goede Pokémon. Ja, daarom... Oké, ik vang hem niet. Never mind. Oeh, Toxapex. Dat is ook een goede Pokémon voor jou. Ja, op zich. Ik heb wel van die diveballs. Ik kan het gewoon proberen. We zijn wel niet underwater, maar het is wel zo'n water type, dus. Of moet ik zeggen weather? Want ze kunnen aan de A niet uitspreken, toch? Oh, zo. Ik ben ook zo gemeen tegen alle Amerikanen gewoon. Oh, ik snap nu wat je... Die swine-up ziet er echt groot uit. Holy shit. Ja, maar Jij denkt, ik maak Fatu kill, maar nee. Oh, dat was wel heel cringe. Oké, Naruto zelf doet dat nooit weer. Dan onthoud ik dat. Dankjewel, Sander. Ja, oké. Ik heb wel een Vaporeon, oké. Om het nog een beetje positief te houden, natuurlijk, hè. Echt, hè? Beetje Fatu kill. Ja, echt. Snapking, je kan de pot op. Welke pot? Zo. De pot met counterpounders? Welke pot niet? Nou, die bij mij thuis het liefst, want ik wil hem niet in huis hebben. Precies. Dat is het laatste wat ik wil. Maakt het verschil, Pokémon. Ik kan hem Ariel noemen. Oh, ik moet tegen een... Ik kan hem ook... Ik moet tegen een Mega Sharpedo. Oh, ziek. Kijk, ik wou hem Ariel noemen. Toen dacht ik aan het lettertype Ariel. En toen dacht ik aan het lettertype Ariel Black. Dus hij heet Ariel Black, ondanks dat hij niet black is. Om racisme voor te zijn. Nou, ik vind wel, ja, gewoon een beetje solidariteit, weet je. Ja, zo. Precies. What the fuck, tennis trainer? Ga me nou niet zo zien of zo. Dat sloeg echt nergens op als ze me had gezien. Oké, wat zit hier in de grass? Magische Zie? Poeder. Kunnen ze weer een A uitspreken? Dit is echt zo. Dit doet wel pijn. Wat doet de pijn, Sander? Trevenant. Die heb ik al een keer gehad. Oh ja, die was kei kapot. Nou. Ja, het is wel zo. Ik weet niet meer welke Pokémon er kwam. Dat is altijd kut, joh, hè? Ja, dat is, maar echt. Ik vind dat mogen ze echt afschaffen. Dat wat jij niet kunt onderhouden welke Pokémon er is. Dat vind ik. Dat moet gewoon een crime worden. En dan kun je wel zeggen dat ligt aan Milan. Nee, dat zo denk ik er niet over. Nee, precies. Love you, Sander. Kijk, weet je, het is zo makkelijk om het op anderen af te schuiven. Maar, jongens, jullie weten dat het aan jullie ligt. En niet aan Milan. Ja, ik kijk naar jou. Specifiek ook naar jou. Niet diegene naast je. Nee. Dus, hoe is jouw dag? Eigenlijk wel prima. Ik ben weer wat afleveringjes met mijn favoriete Sander aan het opnemen. Met je favoriete dode YouTuber. Ja. Correctie. Favoriete stervende YouTuber. Alweer?
Nou, vandaag valt het mee. Ja. Ik vind, voor mijn doen, ben ik verrassend goed niet aan het doodgaan. Het is ziek. Ik denk dat dit zo'n wereldrecord is van Sanders die het langst niet hebben doodgegaan. Die ook nog zichzelf Gaming SB noemen op het internet. Dat wereldrecord heb ik. En daar ben ik vrij van overtuigd. Hé, hey, deze Pokémon kun je normaal ook vangen. En die mag ik vangen. Noor, die ga ik vangen. Hoe zit dat met Oricorio? Want die heeft toch flying en dan 3 verschillende typings. 4 verschillende typings. Oh, 4. Maar mag je dan... Ik zat gewoon na te denken. Mijn brein zat gewoon van... Hey, ja, volgens mij is er een poison type. Als je er een poison type van kan maken. Ik weet niet hoe dat werkt. Maar als je er een poison type van kan maken, dan... Ik weet het ook niet. Weet je hoe ik dat de vorige keer in Sun and Moon heb gedaan? Ik ging gewoon hunten voor de vorm die ik wilde. Slim. Ja, ik ga niet al die moeite doen, gast. Gast, I do not like doing moeite. Nee, dat wist ik wel. Misschien is Duskball wel beter dan Ultra Ball trouwens in de nacht. Het is wel nacht, want ik heb wel die Moon versie. Nou, 2. Ik wil alleen een Starmie. Sander, als je klaar bent, dan gaan we de aflevering beëindigen, ja? Ja, ik vind het best. Als die Starmie even meewerkt. En me niet doodmaakt, trouwens. Hij is te psychisch voor jou. Zij het nou goed? Ja, ik heet geen Paddy. Gast. Ik denk dat we Paddy moeten aanklagen. Dat vind ik sowieso een goed idee, maar van waar nu? Nou, gewoon. Nee, gewoon. Nergens om eigenlijk. Gewoon. Nou, ik zou zeggen, laten we dat doen. Oké. Ik zou zeggen, laten we dat doen. Oké, ik noem hem. Superster 2? Nee. Ik wilde hem Ster Milan noemen. Van Star U. En dat was dan eigenlijk een beetje een grapje, want ja, het is Starmie. Maar toen dacht ik, ik kan hem ook gewoon vernoemen naar mijn favoriete C-Star karakter. SpongeBob. Dat is... maar ik wil niet lullig doen, maar eigenlijk is SpongeBob dus zo'n spons en niet echt een C-Star. Oh. Nee, maar dat kon je niet weten. Dat snap ik ook wel. Dat weten maar een hele boel mensen niet, hoor. Dus, precies. Ja, weet je, dat is niet jouw fout. Nee. Ik denk dat jij de aflevering wel kan afsluiten, trouwens. Oh, fijn, voordat het niveau nog verder daalt. Ja, precies, als dat al mogelijk was. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Vind je Sander een coole jongen? Doe een duimpje omhoog. Vind je Sander zo cool dat je wil abonneren op hem? Dan staat het linkje in de beschrijving. Ik zie je heel graag weer bij de volgende aflevering van de Pokémon Ultra Moon Randomizer Avatar Lock. Adios, amigos. Ja.